Koos, kom er maar in. Ga je gang. Goed zo. Welkom, de ingelogde dames en heren. Dit is het vierde lunchwebinar van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs KIVI, afdeling elektrotechniek. Ik ben Koos Koster en vanmiddag ben ik uw moderator. Even de huishoudelijke mededelingen. Wil iedereen zijn microfoon en camera uitzetten? En voor het merendeel is dat ook gebeurd. Het staat vrij om vragen te stellen via de chat. Ik verzamel deze en ik zal ze na afloop van de presentatie delen met de presentatoren. De sessie wordt opgenomen en is terug te zien op YouTube. Door de deelname gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. En ook houdt uw smartphone bij de hand, want de presentatoren maken gebruik van Mentimeter om dit webinar interactief te maken. Heel in kort iets over onze ingenieursvereniging KIVI, van en door ingenieurs. Door coronatijd hebben we ons aangepast en organiseren we webinars en lunchwebinars om toch met leden en andere geïnteresseerden in contact te treden. Ons team richt zich vooral op het onderwerp energietransitie. Als dit initiatief u aanstaat, kijk dan eens verder op kivi.nl, wat we allemaal organiseren. En wellicht is het voor u reden om lid te worden. Ook dat is terug te vinden op Kivi. Met de lunchwebinars willen we onder andere laten zien wat er bij onderwijsinstellingen aan energietransitie wordt gedaan. Zoals nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken en speciale projecten die tonen hoe studenten, de jonge en aanstaande ingenieurs, hun bijdrage leveren en hoe zij zich voorbereiden op hun rol als ingenieur in de maatschappij. Deze lunchwebinar bespreken we wederom waterstof en mobiliteit. We hebben het al over vrachtwagens op waterstof, brandstofcel en elektromotoren gehad. En dan is de kleine stap naar raceauto's met dezelfde type aandrijflijn. We zijn het met het team van Technische Universiteit Twente en Saxion Hogeschool eens dat waterstof goede papieren heeft, omdat het op te slaan is, ook voor langere perioden. Het is goed dat studenten zich met deze technologie bezighouden. En dan geef ik nu graag het woord aan de sprekers van vanmiddag van Green Team Twente. Dankjewel, Koos. Wij zullen onze presentatie ook even openen. Zo, zijn we dan nog goed te zien? We zijn niet in hetzelfde beeld te zien. Even kijken. Dat nog kan. Moet je even opnieuw delen. Delen stoppen, delen inhoud. Naast de achtergrond met Ja. computergeluid. En dan de Kiwi-presentatie. Juist. Nou, welkom allemaal. Superleuk dat er zoveel animo is natuurlijk voor deze e-lunch webinar. En wij hebben er in ieder geval veel zin in. We zullen 40 minuten vertellen over de aandrijf van de waterstofauto die wij jaarlijks bouwen. En eerst even een korte voorstel. Ik ben Bente, de communicatiemanager van Green Team. En ik ben Vincent en ik ben Chief Powertrain dit jaar. En in deze 40 minuten presentatie zullen we dus vertellen over wat de toepassingen zijn van waterstof in onze auto en de technische aandrijf. Het pad der innovatie die wij als team doorgaan. En als laatste het belang van verbinding met de maatschappij en partners voor de realisatie van ons project. En zoals al eerder is gezegd, wij zullen tijdens de presentatie gebruik maken van Mentimeter. Dus hou deze bij de hand. Als eerste vraag gelijk in www.menti.com. Waar denkt u aan bij het woord waterstof? Met de code 6006440 in menti.com kunt u antwoord geven en zullen deze op het scherm zichtbaar worden. Lekker hem ook aan Oh. water, Nee. natuurlijk. Hier op slag. Klein stato.
Gevaarlijk zelfs. H2, groene moleculen. Future development. Groen. Explosief, oké. Nou, superleuk om te zien, want dit zijn natuurlijk allemaal termen waar wij als team heel veel mee te maken hebben. En als team zijnde willen we daarom eerst even laten zien wat wij nou eigenlijk zijn en wat ons team nou ambitieert. Want deze woorden komen ook terug in onze teamverband. Green Team Twente is een multidisciplinair studententeam met studenten van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool. Het studententeam maakt een zeer efficiënte waterstofstadsauto, die door de studenten geheel zelf ontwikkeld is. De afgelopen 10 jaar hebben ze zichzelf met succes gemeten tegen de beste studententeams in de Shell Eco Marathon. Een efficiency race. Dit jaar hebben ze samen met hun Nederlandse concurrenten de Hydrogen Efficiency Challenge georganiseerd en hebben ze de 2e plaats behaald. De focus op waterstof is eenvoudig te verklaren. Op termijn is er een tekort aan fossiele brandstoffen en vormen elektrische auto's en waterstofauto's de oplossing. Beide typen auto's maken gebruik van elektromotoren, maar de ene haalt zijn energie uit een batterij en de andere uit waterstof. Waterstof is een interessante vorm van energieopslag omdat het het meest voorkomende element in het universum is. Het raakt niet snel op en het is ook groener dan batterijen. Als team geloven wij dat waterstof bij kan dragen aan een duurzame toekomst. We laten dit de wereld zien door de meest zuinige waterstofstadsauto ter wereld te bouwen. Omgerekend naar benzinewaarde rijdt onze auto 1 op 800. Innovatie staat direct in verbinding met het nemen van risico's. Bij Green Team Twente nemen we risico's door het implementeren van nieuwe technologie om onze auto nog efficiënter te maken. Met dit soort technische verbeteringen hopen we dat de buitenwereld ziet dat waterstof klaar is voor de toekomst. Een duurzame toekomst. Nou, zoals verteld werd in de video zijn wij een multidisciplinair team met 27 studenten dit jaar van Saxion Hogeschool en Universiteit Twente. Iedereen heeft natuurlijk een andere achtergrond qua studie ook. Zo hebben we elektrotechneuten, technische bedrijfskundigen, werktuigbouwkundigen, industrieel ontwerpers en technische natuurkundigen. Meedoen aan Green Team Twente doet men vrijwel geheel vrijwillig en is er minimale compensatie van op de studie. Op deze afbeelding kun je zien dat wij in 2019 wereldkampioen zijn geworden met onze meest efficiënte waterstofstadsauto. Door corona is er nog geen nieuwe wedstrijd georganiseerd, dus dragen wij deze titel nog steeds. Het meest efficiënt rijden betekent voor ons dat wij op zo min mogelijk waterstof zo ver mogelijk zijn gekomen. En onze auto rijdt met 1 kilogram waterstof 3500 kilometer. En dit jaar zullen we naast het innoveren op onze efficiënte waterstofstadsauto ook een andere auto gaan bouwen. Namelijk een snelle Formula Student waterstofauto. En Formula Student is een competitie waarbij de snelheid van de auto van belang is. Wij zullen de enige waterstofauto zijn die mee zal doen in de elektrische of benzineklassement van Formula Student. Dit jaar hebben we als doel om de waterstofraceauto binnen 6 seconden van 0 naar 100 te brengen. Waarbij volgend jaar het doel is om het naar 3 seconden te verminderen. Het overstappen van efficiëntie naar snelheid betekent voornamelijk het benodigde vermogen 50 maal omhoog moet vergeleken met de Shell Eco Marathon auto. Maar zoals je ook kunt zien is er een verandering in vorm, omdat je meer te maken zult krijgen met downforce. Ja, dan nu even over waterstof. Van wat is waterstof nou precies? Een kleine introductie. Bij kamertemperatuur is waterstof in gasvorm. En het is het meest voorkomende element in het universum. De groene manier van het produceren van waterstof is door waterstof te splitsen in, is door water te splitsen in waterstof en zuurstof moleculen met behulp van groene stroom. Er zijn ook andere manieren waarop waterstof geproduceerd kan worden, namelijk de grijze manier door bijvoorbeeld uit aardgas te halen. Daarbij komt de CO2 vrij in de lucht, wat je dus eigenlijk niet wil hebben, dus erg grijs. Dan heb je de blauwe manier van het maken van waterstof. Dus op dezelfde manier als de grijze manier, alleen dan vang je de CO2 af en die stoor je ondergronds. Die bewaar je ondergronds.
En dan heb je nog de groene manier van het maken van waterstof. En dat is door water te splitsen in waterstof en zuurstof met behulp van groene elektriciteit. Dan de vraag, waarom waterstof? Waarom gebruiken we waterstof en is waterstof de oplossing voor onze toekomst? Om de klimaatdoelen te halen in 2050 moeten we overstappen naar duurzame energie. In een nieuwe klimaatakkoord zijn klimaateisen gesteld. In 2030 de broeikasgassen met 49% te verminderen en rond 2050 zelfs met 100%. Dit vraagt om drastische verandering van ons energiesysteem, waar waterstof een aantal cruciale functies in het energie- en grondstoffensysteem moeten en kunnen vervullen. Voornamelijk als energiedrager en mobiliteit als onderdeel draagt in het beleid naar een zero emissie. Daarbij is natuurlijk van belang de transitie van grijze naar groene waterstof. In de maatschappij zijn er nog wel vaak misvattingen over waterstof om deze transitie op korte termijn te realiseren. En dus vragen we ons af, wat zijn volgens u de risico's van waterstof? En als het goed is, via de Mentimeter kunt u zich weer opgeven. Dan moet ik even kijken hoe we dit doen. En dan op enter drukken. Explosie, explosief, hoge druk. Oh. Hij ging iets te snel door. Oh. De overheden die ware de ware potentie niet inzien en doorgeven aan fossiele brandstof. Oh. Ja, wat we vooral voornamelijk zien is dus de brandbaarheid, explosiegevaar en natuurlijk de investering vanuit de overheid. Onstabiel in opslag. Ja, nou, waterstof is net als elke brandstof ontvlambaar. Of niet gevaarlijk. En daarom dient er ook goed rekening mee gehouden te worden. Daarom zal ik eerst bij de vraag waarom waterstof even stil gaan staan bij de veiligheid ervan, de safety. Dan wil ik eerst graag vertellen dat waterstof is een heel erg licht element, waardoor het direct opstijgt in het geval van een lek. In dat geval zul je dus hebben dat de brandstof het voertuig verlaat. Vrijwel direct, in tegenstelling tot met een benzine- of dieselvoertuig, waarbij de brandstof om de grond gaat lekken en daar een gevaar gaat vormen. Dit is een probleem en daarom proberen we in onze auto er ook rekening mee te houden door een waterstofsensor op het hoogste punt van de auto te zetten, dat in het geval dat de waterstof niet weg kan uit de auto en in het hoogste punt opzamelt, dat genotificeerd wordt en dat we dan bijvoorbeeld de elektriciteit in de auto uitschakelen. Dan een andere punt voor waarom waterstof is de availability, dus de toegankelijkheid ervan. Op het moment is ons elektriciteitsnetwerk zo ingericht dat het op vraag is. Dus is er veel vraag naar, dan wordt er veel geproduceerd door bijvoorbeeld kolencentrales, want die kunnen dat heel makkelijk op vraag doen. Zonnepanelen bijvoorbeeld of windmolens, die kunnen dat wat minder. Die draaien als de wind waait of die wekken energie op als de zon schijnt. En dit kan je dus niet per se indelen op het moment wanneer er het meest energie nodig is. Dus op het moment om die energie te gebruiken als het over is, dus dat er niet te veel gevraagd wordt, te stoppen in het maken van waterstof, ontlast je het elektriciteitsnet enorm. Dat is een veel betere oplossing naar mijn mening dan je elektrische auto aan de laadpaal leggen elke avond en dan het elektriciteitsnetwerk nog verder belasten. Waterstof is dus uitstekend geschikt voor opslag. Dan komen we bij fueling. Op het moment kan je met een waterstofauto in Nederland nog niet op heel erg veel plekken tanken. Maar net als wat elektriciteit betreft, dat was een aantal jaar geleden ook nog niet mogelijk op heel veel plekken. Maar nu zie je dat in een rap tempo veel meer laadpalen bij zijn gekomen. En voor waterstof zal dit ook gelden, zodat het in de toekomst voor meer mensen mogelijk wordt om op waterstof te gaan rijden. Maakt mij helemaal op. Dan heb je verder nog het punt efficiëntie. En als je een waterstofauto vergelijkt met een elektrische auto. Geluid weggevallen. Bente en Vincent,
Het geluid voor jullie is weggevallen. Oh, ja, hij doet zijn ding. Zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. Oké, dat is... Ik weet niet, ik moet je even terug, even terugpakken waar je... Oh. Ja. Oh, hier. Toch? Ja, ik ben zijn jullie en availability hebben we gehad, fueling. Dan zijn we bij efficiency eigenlijk. Ja, efficiency, ja. Ja, dan begin ik even opnieuw met het verhaaltje over efficiëntie. Als je een waterstofauto gaat vergelijken met een elektrische auto, zal de elektrische auto het winnen op het gebied van efficiëntie. Dit komt omdat de overstap, de omzetting van energie bij een elektrische auto veel minder stappen nodig heeft. Je haalt de elektriciteit van het net af en stopt hem in de auto. Als je kijkt naar waterstofauto's, daarvoor moet eerst de waterstof geproduceerd worden uit energie. Om vervolgens die waterstof in de auto te doen en vervolgens die weer om te zetten in elektriciteit. Dus er zitten meer stappen tussen wat het inefficiënter maakt. Het grote voordeel blijft alleen dat je energie kan gebruiken niet op het moment dat er vraag naar is, maar gewoon het op kan slaan. Dan kom ik bij de range, dus de actieradius van een waterstofauto of een ander waterstofvoertuig. Op het moment dat een voertuig groter of zwaarder wordt, is het lastig om het voertuig te laten runnen op batterijen, op een accu bijvoorbeeld. Omdat op het moment dat je je actieradius wil verlengen of dat je meer gewicht meeneemt, of dat je meer gewicht hebt door een vrachtwagen bijvoorbeeld, dat je dan heel veel extra gewicht moet meenemen aan accu's of batterijen om die massa voor te bewegen. Bij waterstof heb je dit veel minder. Dan heb je een bepaald basisvolume massa. En op het moment dat je verder wil rijden, dan heb je steeds een minder groot. Dan heb je steeds maar een bepaald stukje extra nodig om die auto extra of langer te laten rijden. Voor zowel gewicht als afstand. Dit is wat waterstof een uitstekende oplossing maakt. Dan komen we nu bij de technische aandrijflijn van de auto, waar ik jullie wat over zal gaan vertellen. Hebben we hier een kort filmpje van de auto die rijdt en dan uit elkaar gaat, zoals je hier ziet. Om de auto zo efficiënt mogelijk te laten rijden, wordt er gekeken naar de aerodynamica van de auto. Binnen de aerodynamica kijk je het meest naar de optimale vorm, waarbij je de minste snelheid verliest aan weerstandskrachten. Onze auto is geïnspireerd op de vorm van de waterdruppel, omdat deze zich natuurlijk heel aerodynamisch vormt naarmate die naar beneden valt. Daarnaast weegt onze auto 90 kilogram zonder bestuurder. Want hoe meer massa je tenslotte immers meeneemt, hoe minder efficiënt je rijdt. Dus het is voor ons zaak om de auto zo licht mogelijk te houden. Dan hier de aandrijflijn van de waterstofauto. Als je kijkt van waar wordt de energie opgewekt en waar wordt die, wanneer wordt dat overgezet in beweging op de weg. In de fuel cell stack wordt de energie opgewekt. Daar wordt de elektriciteit opgewekt uit waterstof. Die elektriciteit gaat vervolgens naar een DC-DC, dus die maakt op een bepaald level gelijkstroom op een bepaald voltage ervan. Dan wat die doorstuurt naar de capstack. De capstack is onze energiebuffer, waar de energie tijdelijk wordt opgeslagen voordat deze naar de motorcontroller gaat, die weer die de stroom omzet, zodat die geschikt is om naar de motor te gaan, waar de energie wordt overgebracht op de weg. Dan ga ik deze onderdeel nog even wat verder toelichten. Ten eerste de fuel cell. De fuel cell heeft een kathode en een anode kant. Aan de anode kant komt de waterstof binnen en aan de kathode kant komt de zuurstof binnen. De zuurstof komt binnen via een cilinder die wij meenemen, wat eigenlijk onze tank is aan boord. Daarvan die waterstof wordt onder bij ons hoge druk opgeslagen. Op het moment doen we dat met 200 bar. Maar je kan niet zomaar 200 bar door je hele systeem heen pompen. Dus daarom brengen we dit eerst terug naar een halve bar boven atmosferische druk. En laten we deze lopen de fuel cell in. Hier wordt de waterstof opgesplitst in H+ en E-. Aan de anode kant en aan de kathode kant heb je de zuurstof zitten. En die waterstof die wil graag naar die zuurstof toe om te reageren.
En dat kan ook, want er zit een membraan tussen de kathode en de andere kant. Maar daar kunnen alleen de H-plus doorheen. Dat is een... daar kunnen alleen nog H-plus doorheen. De elektronen daarentegen kunnen daar niet doorheen. Die nemen een andere weg via een draadje, wat je hier aan de bovenkant ziet. En dat is de beweging van die elektronen is de stroom die opgewekt wordt. En die gebruiken we om de auto op te laten rijden. Dit is overigens één cel. Wij hebben er op het moment 50 van deze cellen in de auto. Die resulteren in een vermogen, dat we ongeveer een vermogen van iets van 200 watt nominaal opwekken. Een fun fact hierover. De auto kan dus ongeveer, om dit ter vergelijking te stellen, de auto kan dus op het toasten, op dezelfde energie als het toasten van één broodje, 16 minuten lang rijden. Dan komen we bij de capstack. De capstack is een condensatorenbank waar wij 24 supercondensatoren op hebben zitten in serie geschakeld. Deze leveren 650 farad. Deze hebben een capaciteit van 650 farad per stuk op 2,7 volt. Als je dan de formule wil uitrekenen hoeveel energie er nou in zit, dan kan dat met de volgende formule die hier te zien is. En als we die invullen met het bereik wat we hebben van 60 volt is het maximale voltage wat we hebben en 30 volt het minimale, dan komen we uit op dat we alleen op de capstack 3 minuten rijtijd hebben. Dit is niet heel veel als je het vergelijkt met een batterij. Maar daarom hebben we ook de fuel cell, om deze capstack aan te vullen waar nodig. Want hoe de capstack precies werkt, is de elektriciteit die opgewekt wordt in de fuel cell, die stroomt in principe door naar de motoren. Maar de fuel cell vindt het niet fijn om hoge pieken en dalen te hebben met het accelereren. En daarom wordt de elektriciteit op het moment van remmen niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld opgeslagen in de capstack. En op het moment dat geaccelereerd wordt, komt er extra elektriciteit inderdaad uit die capacitors. Om vervolgens naar de motor te gaan, waar dan weer meer energie nodig is. Zo hou je het efficiënt en maak je de fuel zo blij. Toch? Ja, dank je. Dan komen we bij de motor. Wij hebben in de auto een hubmotor zitten. Deze zit in het wiel en we hebben er eentje van. Dus deze drijft het linker achterwiel aan. Dit is heel efficiënt, want zo hoef je niet, heb je geen wrijvingsverliezen op je, door je as of je gears bijvoorbeeld. En wordt de energie direct overgezet op in de weg. De motor werkt op 3 fasen. Dus hebben wij ook een motorcontroller ervoor zitten die de DC-stroom die erin komt omzet naar 3 fasen AC-stroom. De stroom die erin gaat is op 60 volt DC, dus gelijkstroom. Dan komen we bij de veiligheidssystemen, want we moeten natuurlijk veilig omgaan met onze auto en met ook voornamelijk de bestuurder die erin zit. Daarom hebben we een aantal veiligheidssystemen ingebouwd. Eén daarvan is de waterstofsensor, die zit in het hoogste punt van de auto en die kan waterstof detecteren op het moment dat hij dat doet. Dan gaat er een signaal naar de e-stop. Hetzelfde geldt voor de stopknoppen. Als er een stopknop wordt ingedrukt, ofwel in de cockpit of aan de buitenkant, dus waar de bestuurder zit, of extern aan de buitenkant, dan wordt er ook een signaal gestuurd naar de e-stop. Maar wat is de e-stop nou? De e-stop die zorgt ervoor dat op het moment dat hij een signaal krijgt van een van deze triggers, dus de waterstofsensor of de stopknoppen, dat er geen elektriciteit meer gaat lopen op de hoge voltagelijn. Dus dat er hoogstwaarschijnlijk niet iets van de vonk zal ontstaan of iets dergelijks wat de waterstof bijvoorbeeld tot ontploffing kan brengen. Dan komen we bij Formula Student, want dit jaar willen we naast de hele zuinige auto ook een hele snelle auto maken. En daarvoor is het handig om te begrijpen hoe de competitie in elkaar steekt. De competitie bestaat uit verschillende onderdelen. Eén daarvan is de endurance race, dus de uithoudingsvermogen. Dus dan race je meerdere kilometers en dan kijk je van hoe het gaat. Dan heb je een acceleratie, dus onderdeel waarvan je heel kort heel snel moet accelereren. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een business case die je moet maken over de auto die je gemaakt hebt. Bij ons in het eerste jaar ligt de focus voornamelijk op de endurance. Verder komen we tegen een grote uitdaging aan en dat is de compactheid. Deze is van groot belang omdat we naar een veel hoger vermogen gaan en we eigenlijk net wat minder ruimte hebben om onderdelen kwijt te kunnen.
is dat een echte uitdaging. Daarom gaan we ook van 200 bar waterstofopslag naar 700 bar waterstofopslag. Dit is veel meer druk en zo kan je dus de waterstof veel geconcentreerder bewaren die je meeneemt. In vergelijking tot als je dat zou doen op 200 bar. Verder gaat onze capstack ook mee omhoog. De capstack die we hadden, die we, zoals ik net zei, had 650 farad capaciteit per capacitor. Maar die we gaan hebben, die wordt nog veel groter. Dat wordt 3200 farad per cap. Maar nog steeds, met degene die we hebben, een zuinige auto, kunnen we 3 minuten rijden. Met deze zullen we niet meer dan enkele tientallen seconden kunnen rijden. Maar dat is oké, want we hebben ook een veel grotere fuelcel waarschijnlijk die veel meer vermogen kan opwekken. Daarnaast gaan de motoren ook omhoog. Dan gaan we van 1 motor naar 2 motoren die bij elkaar als totaalvermogen 80 kilowatt aan piekvermogen bij elkaar kunnen leveren. Dit is ongeveer gelijk aan dat van een kleine auto op de weg. Nou ja, nu zijn we aangekomen bij de pad der innovatie. Want wij zijn gedreven als team door innovaties voor verduurzaming natuurlijk. Want we moeten iets, maar wat? De eisen zijn gesteld voor de klimaatdoelen te behalen in 2050 en die zijn van groot belang. Als Green Team Twente zijnde is het voornaamste doel om baanbrekende projecten neer te zetten. Om zo de maatschappij natuurlijk te introduceren, inspireren en te motiveren voor verduurzaming. Want als... Want als we die doelen willen behalen, begint verduurzaming vooral voornamelijk bij jezelf. En ons team bestaat dan ook uit enthousiaste studenten voornamelijk, die zich graag inzetten voor verduurzaming en het tastbaar maken van het product. En elk jaar beginnen wij als team zijnde vanaf nul en sluiten we het jaar af met onze zelfgebouwde auto, waarmee we competeren in een competitie, hè, in juli. En wij hebben dan ook in de volgende video een uitleg hoe ons orgaan werkt. Okay, good morning everyone. Good to see all your smiling faces again. Welcome to the Future Factory. From here, it is our pleasure to introduce the new Green Team Twente, its subteams and our ambitions for the coming year. The connection between the different expertises and team members is of great importance to the team. By stimulating personal growth and innovative thinking on hydrogen sustainability, management raises Green Team to a higher level, from green to greener. Communication is responsible for showing the world what Green Team is, what we stand for, and what we do. This year, they want to rework the team's brand identity, organize great events and take new steps in education on all levels. The powertrain subteam works on the main power line in the car, from generating power to turning the wheels. Their goal is to get as much efficiency out of the car as possible, while looking forward to exciting new challenges coming their way. Every electrical part in the car, which is not part of the main power line, is the responsibility of the electronic subteam. They want to deliver a car which is electrically organized so that the team can work safely and the driving experience is optimal. Simulation and strategy is mainly responsible for designing a cooling system using heat flow simulations and devising a driving strategy. In the coming year, they plan to critically improve the current driving strategy and lay the basis for a cooling system, allowing the car to function in its ideal operating range. Fast, safe, and slim. These are the 3 attributes that form the pillars of the mechanics subteam. They ensure that the car is as light and agile as possible, while keeping the driver safe during racing or accidents. They will make sure our car is in exquisite condition to race. We look forward to the coming year and our projects. We are ready to go greener. We are Green Team Twente. Mm-hmm.
Nou ja, zoals te zien is hoe onze vijf expertises in elkaar zitten en wat wij natuurlijk doen. Want doordat wij aan één project werken en vele verschillende expertises hebben, is het van belang om overzicht te creëren waar overlapping is in expertises. Want communicatie is gewoon de key. Onze technisch manager Amina is verantwoordelijk voor de communicatie van het technisch team soepel te laten lopen. En in het raakvlakdiagram geeft overlappingen weer op technisch gebied. De subteams zijn verdeeld in kleuren en tijdens een overleg, wat één keer in de week is van de vier technische subteams, worden alle raakvlakken besproken, zodat men gezamenlijk stappen vooruit zet op het pad der innovatie. Ten tweede werken wij ook met de Scrum-methode, een toepassing vanuit Lean Management. En met deze methode blijven we de gevarieerde expertise makkelijk van elkaar op de hoogte. Nou, houdt men vooral ook overzicht waar iedereen op dat moment mee bezig is. Als derde punt werken wij ook met Deep Learning Method vanuit Lean Management, waarbij er 2 uur in volledige stilte op kantoor wordt gewerkt en dat zich men volledig kan focussen op hun taken. Want met 27 man op kantoor kan het af en toe nog wel wat rumeurig zijn, zoals u kunt begrijpen. En naast alle communicatie is documentatie natuurlijk ook hartstikke van belang bij studententeams. Want na een jaar kennis te hebben gevergd, moet dat worden overgedragen aan het volgende team. Vastleggen is men over het algemeen wat minder goed in, zoals u wel kunt begrijpen. En is dat men vooral bezig is met het doorrennen en vaak vergeet om het even vast te leggen. En dit jaar hebben we nu dan ook eens in de week een documentatieuur waarbij alle gevergde kennis van de week wordt vastgelegd natuurlijk. En als studententeam hebben wij ook een jaarcirkel die van september tot en met juli loopt, tot de race. En werken wij door het jaar heen met milestones. Hierbij zetten we strakke deadlines voor het onderzoeken, het assembleren, testen van onze waterstofauto's. De onderzoeksfase is van belang voor het innoveren, want in deze periode gaan we als team op zoek naar nieuwe technologieën op het gebied van efficiëntie en op snelheid die wij kunnen toepassen in onze waterstofauto's. En tijdens de testfase kijken we voornamelijk naar wat onze innovaties opleveren en waar op nog kleine schaal verbeterd kan worden om zo onze auto's verder te optimaliseren binnen een jaar. En voor mij als communicatiemanager is het naast het implementeren van nieuwe technologieën op het gebied van waterstof het ook belangrijk om het bewustzijn van onze maatschappij voor duurzame energiebronnen te verhogen. Waterstof is namelijk voor ons het antwoord op de groeiende vraag naar duurzame energie. Zo staan we graag in verbinding met het heden, verleden en natuurlijk de toekomst. Door onze enthousiasme en passie te delen via workshops, lessen op maat, op beursjes te staan, vooral met mensen in verbinding staan, zoals te zien is op deze twee pagina's. En dit jaar hebben ze ook zelfs iets extra's unieks. Want onze eigen documentaire over waterstof komt binnenkort uit. En tijdens deze documentaire wordt de kijker meegenomen in de wereld van waterstof. Met verschillende bedrijven willen wij dan de veiligheid, misvattingen en de toepassingen van waterstof bespreken. Want in deze docu staat de duurzame mobiliteit centraal in die de Nederlandse maatschappij vooral dan informeert, inspireert en hopelijk ook motiveert voor een duurzame toekomst op waterstof. En via zoveel mogelijk de verbinding aan te gaan, zetten we wij ons op een verantwoorde wijze in om de mogelijkheden van waterstof te tonen. En hierbij hebben we natuurlijk alle hulp nodig. Want door tijdens ons project samen te zitten met mensen, kennis te delen en andere perspectieven mee te nemen in het ontwerp, gaan wij op zoek naar onze baanbrekende ontwerpen. Dus neem vooral contact met ons op via onze website. En daar kunt u ook heel veel informatie verder vinden over ons team. Nu komen we aan het einde van de webinar en wij zijn natuurlijk enorm benieuwd wat u zult meenemen uit de webinar. En dat kunt u ook weer laten weten via de menti.com en nu is er ook zeker tijd voor vragen. Dus woord naar jou, Koos. Oké, hier ben ik dan. Hartstikke bedankt Bente en Vincent voor het verhaal.
Alleen, ja, je mentimeter staat nog open. Wil je nog weten wat daar uitkomt? Of daar wachten we daar even op? Ja, wel. Ja, ik ben altijd benieuwd wat mensen meenemen. Even kijken, tussendoor. Er zijn, heb ik ongeveer gekeken, ongeveer 93 mensen ingelogd geweest tijdens het webinar. 395, dus schommelde een beetje. Het is nou wat ietsje ingezakt. Er was een vraag over de Mentimeter code. Dat is 6006440. Ja. Misschien hebben de mensen moeite om die Mentimeter aangezet te krijgen. Of kunnen we hem ook eens... kan je nu verversen? Misschien loopt hij al, maar zie je hem nog niet op je beeldscherm. Waar denk je? Oh ja, dat is de... Ja, daar gaat het mis. Blijft het nog? Want het blijft overdoend stil daar. Daar kunnen wij wat aan doen. Dan moeten wij er wel uit waarschijnlijk. Een wetsvoorstel mogelijk maken. Studenten een QR-code moeten laten zien als ze naar de universiteit op HBO gaan. Ja, ik denk dat we er dan even uit moeten. Ja, dan zouden we eerst uit moeten om weer in te moeten. Nou, dat is misschien niet handig, denk ik. Ja, doen we dat. Kom. Ja. Inderdaad. Even kijken. Maar zijn er al vragen gekozen? Want ondertussen kunnen we natuurlijk ook vragen beantwoorden. Ja, even kijken hoor. Zien. Oh, er komen wat opmerkingen binnen op de chat. Dat gaat wel heel snel. De oude vraag staat nog. De oude vraag staat nog. Ja, die heb ik. Oh, misschien. Mentimeter hangt vast op de eerste vraag. Oké, mooi project voor de toekomst. Ik zag even kijken, een opmerking of vraag van Tom Vleerbos. Ik zat net met een paar studenten te kijken naar jullie presentatie. En zij zijn nu ook enthousiast. Wat nu? Leuk, altijd goed om te enthousiasmeren. Kunnen ze contact met jullie opnemen of via de website of wat raad je ze aan? Om, als u altijd nog verder vragen heeft of opmerkingen, dat via de website zou ik u durven verbinden. Maar je kan het ook altijd eigenlijk gewoon via de site. Via de site is het makkelijkste. Via info@greenteamtwente.nl en dan komt het bij ons alle binnen. Oké, ik hoop dat dat voldoende antwoord is voor Tom. Even kijken, ik ga wat vragen. Er komen nu vragen binnen, maar... een vraag van Ruben Didderen. Ja. Hoeveel energie gaat er ongeveer verloren door het twee keer omzetten van de energie? Dat is helemaal het begin, vertelde je over de omzetten van waterstof, van het omzetten naar waterstof en van waterstof naar weer elektriciteit. Ja. Als je naar alle stappen kijkt, dus niet alleen die twee stappen, maar ook nog ertussen de intermediate steps... dan kijk je naar ongeveer een overall rendement van iets van 25%. Dat gaat verloren of dat is 75% die verloren gaat? 25% hou je over. Oké, dus 75% gaat verloren van je oorspronkelijke zonne-energie, windenergie. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ik vind het ook wel even mooi om aan te haken trouwens hier wat heb je geleerd tijdens deze webinar... Van ook hier geldt dat investeren nodig is om te innoveren en te ontwikkelen. Conventionele opvattingen worden vaak gebruikt in besluitvorming. Toevallig heeft koning Willem-Alexander natuurlijk vorige week is hij naar Noorwegen geweest om over waterstof te praten.
En is hij bezig met zijn waterstofmanagement over te zetten naar waterstof. Waar wij als team dan ook graag op inspelen. En hopelijk dat inderdaad er grotere investeringen komen. En zo hebben we ook een brief naar de koning gestuurd. Okay, een grappig dingetje. Helemaal goed. Helemaal goed. Ik kom nu terug op een... Nu hoor ik mezelf terug. Even kijken. Ik kom nog met een technische vraag. Hoe laat het membraan wel de waterstofionen of protonen door en niet de elektronen? Vraag van Jos Simons. Ja, het verschil tussen die, de H+ en de E- is voornamelijk... waar die onderscheid op maakt is de lading. Dus de een is positief geladen, de ander negatief geladen. En dat membraan werkt zo dat het alleen de positief geladen deeltjes... De negatief. Nou, ik zie Jos Simmels, die heeft nog een vraag gesteld. Doen jullie ook aan regeneratie van de remenergie? Ja, daar doen wij zeker aan. Wij proberen namelijk juist niet te remmen. We proberen alleen regeneratief te remmen. Dus dat, en daar zoveel mogelijk energie uit te halen. En die stoppen we dan weer terug in onze capacitor stack, de condensator. En regeneratief remmen, wat sta je daaronder? Dus door de energie die je opwekt bij het remmen weer te gebruiken. Ja, oké. Dus je hebt wel een rempedaal in je auto dat je wel tijd veilig kan stoppen. Ja. Ja, alleen de remactiviteit, die wekt weer energie op. Ja, in onze auto hebben we twee verschillende soorten rems. We hebben het gas op het stuur zitten en de regeneratieve rem op het stuur zitten. Okay. Regeneratieve remmen gaat langzamer, maar daar hou je veel meer energie in over. En we hebben ook nog een pedaalrem. Dus als je je voet op die zet, dan rem je gewoon hard. Yes. Maar dan hou je dus eigenlijk, dat is niet regeneratief. Oké. Even zien, vraag van Luc. Hoe gaan jullie de veiligheid van de bestuurder verbeteren als de auto hogere snelheden zal bereiken? Crashgevaar, et cetera. Ja, dat is een goeie. Zo hebben we de voorkant van de auto, er zit een kreukelzone ingebouwd. Daar mogen we ook geen onderdelen plaatsen. Dus aan de voorkant... Ja, een kreukelzone. Daarnaast hebben we een firewall. Dat is een muur die eigenlijk je beschermt tegen de gevaarlijke componenten die ontvlambaar kunnen zijn, bijvoorbeeld. En daarachter moeten al die gevaarlijke componenten zitten. Zodat als de auto in de fik vliegt of wat dan ook, dat de bestuurder veilig achter die muur zit. Daarnaast zullen we ook verschillende sensoren en shutdown circuits hebben. Dus op het moment dat er iets niet goed is, dat dan de power uit zal vallen. Dus dat er dan geen kortsluiting of dergelijke gevoed wordt. Ja, dat is het wel ongeveer. Dus we houden heel erg veel rekening met heel erg veel sensoren en veiligheidsstappen die allemaal goed moeten zijn, wil de auto werken. En in jullie auto begrijp ik dat de motor achterin zit en de bestuurder zit daarvoor, of... In de huidige auto ja. De motor zit in het wiel, in het linkerachterwiel. Ja, precies. Ja. Maar de gastank en de waterstoftank, zeg maar. En al dat, alles wat je nodig hebt voor de aandrijving, dat zit achterin. Ja, dat zit allemaal achter in de auto. Oké. Dat even dan een vraag van Reinder Plug. Als reden voor overstap naar waterstof wordt het opraken van de fossiele brandstof genoemd. Niet... het voor de hand liggende CO2-probleem en iets met opwarming van de aarde. Ik weet niet of een vraag maar een opmerking is. Is dat uit de presentatie verdwenen of niet genoemd, maar wel als bijkomende oplossing? Want jullie stoten water uit en geen enkele koolstofmonoxide of dioxide. Ja. Stikstof. Stikstof ook niet, hè? Nee, als het goed is, stoten wij het enige restproduct dat wij uitstoten, is water. Ja. Dat is heel... Ja, nog een vraag van Robert Steentjes. Helpen de bedrijven die sponsor zijn ook aan onderdelen? Hebben jullie sponsoren en hoe worden jullie gesponsord? Ja, ik denk wel. Ja, sponsoren zijn voornamelijk eigenlijk in onderdelen, maar ook in kennis. Want dat is ook gewoon heel belangrijk. En nu krijgen we vaak wel korting op onderdelen, maar nog geen echte, dat je samen gaat kijken. Nu dat wij op zoek zijn nu naar, dus een fuel cell met een hoger vermogen en dat in de buurt te vinden is nog wel een kwestie. Ja.
Oké, maar daar zou u wel graag mee geholpen kunnen zijn. Als er bedrijven zijn die dit zien en denken van, hey, maar daar kan ik je wel bij helpen. Ja, ja zeker. Als die er zijn, dan zou dat heel fijn zijn natuurlijk in het... In ons project. Ja, de auto is heel veelzijdig, dus er zijn heel veel aspecten wat betreft met heel veel verschillende bedrijven waar we wat aan zouden hebben. Jullie hebben al bedrijven die jullie sponsoren of voorzien van onderdelen? Ja. En hebben jullie ook nog onderdelen dat je zegt van ja, daar zoeken we nog een sponsor voor of daar zouden we graag bij geholpen willen zijn? Op het moment zijn we net begonnen met ook de snelle auto. Ja. Dus, ja, daar zijn eigenlijk alle onderdelen, bijna alle onderdelen, zijn we nog voor naar op zoek naar eventuele sponsoren en bedrijven. Dus ik zou zeggen, als iemand kijkt die denkt van, oh, ik heb hier wel wat voor, neem contact met ons op. Dan zullen we even kijken hoe we wat kunnen regelen. Ja, yes. dit is een platform, hè. Doe een oproep. Precies. Dus geld en of goederen en of kennis zijn van harte welkom, begrijp ik, bij het Green Team. En dan voornamelijk op de snelle auto. En wat is dan het verschil met de stadsauto? Dus wat zoek je dan specifiek wat je zegt, ja, dat missen we voor een snelle auto? Eigenlijk wat we voor de snelle auto is eigenlijk een hele nieuwe auto. Alles moet heel erg groot opgeschaald worden. Aha. En ook de body, je gaat niet met deze waterdruppel in een formuleauto rijden. Dus met open, het lijkt heel erg op een Formule 1 auto, maar dan veel kleiner. Eigenlijk alles is nieuw en groter. Dus, en dan ook compacter. En ook nog compacter, inderdaad. Maar ga je weer een soort kart bouwen? Als je zegt Formule 1, maar kleiner, dan zie ik aan een kart. Dus een open auto in plaats van de stadsauto die je gesloten... Klopt, het heeft een totaal ander doel. Dit willen we ook doen omdat we nu al jarenlang hebben laten zien hoe we efficiënt kunnen rijden in een stadsauto. Maar dan willen we ook laten zien aan een ander publiek dat daar waterstof ook een goede uitkomst is. Ja, even kijken of ik nog meer vragen kan zien. Ik zie wat opmerkingen. Geweldig, multifunctioneel, zeer leerzaam. Succes, dat is Dick Paulet. Even kijken. Even zien. Vraag van Robert Steentjes. Zitten er veel hoogwaardige materialen in de projecten? Bijvoorbeeld de condensatoren, batterijen. En zijn die voor bedrijven al die dit al maken? Dus zijn jullie echt aan het ontwikkelen? Of maken jullie ook gebruik van producten die al bestaan? We maken voornamelijk gebruik van bestaande producten. Mm-hmm. Als het gaat om PCB's, printed circuit boards, dus... Dan ontwerpen we die voor de oude auto, hebben we die heel veel zelf ontworpen. En dan ontwerpen we ze dus en dan worden ze gemaakt. Maar als je kijkt naar de waterstofcel van de afgelopen jaren voor de auto, is die vaak zelf gemaakt. Dan alleen de stack, maar alle componenten eromheen. En zo zijn dan gemaakt. Maar voornamelijk gebruiken we wel bestaande componenten. Oké. Okay. Nog een vraag van Luc. Is er bewust voor gekozen om linksachter aan te laten drijven in plaats van allebei de achterwielen of voorwielaandrijving? Ja, daar is bewust voor gekozen. Ik weet het niet helemaal tot in detail, maar ik weet wel dat op het moment dat je twee motoren doet, is het niet, want aan één motor heb je genoeg voor ons. Want wij gaan niet heel hard met deze stadsauto. Dus misschien goed om er een beetje bij te zeggen. Het is echt voor binnen de bebouwde kom. Dus gemiddeld rijdt hij 30 km per uur. Dus aan één motor in het wiel hebben we genoeg. Dan zou je ook weer de massa moeten meenemen. En het accelereren is ook niet al te efficiënt. Dus wil je het efficiënt houden... Dan zul je op langzame snelheid omhoog gaan. Waardoor je dus aan één aandrijf genoeg hebt in de stad. Ja. Maar jullie gaan nu racen en dat doe je met twee wielen aandrijving. Begreep ik. En er zijn ook twee achterwielen. Ook daar is bewust voor gekozen? Ja, daar is bewust voor gekozen. Omdat we echt een raceauto willen. En daar weet de mechanics groep afdeling bij ons meer van. Maar daar is duidelijk voor gekozen, omdat dat ook meer tractie geeft, als ik het goed heb. Ik heb zelf nog wat vragen. Dat is nog tijd voor. Ja, altijd vast wel. Okay. Even kijken. Wat ik geïnteresseerd ben, is hoe laten jullie die verschillende disciplines nou samenwerken? Je hebt er al iets over gezegd, hè? Je hebt heel veel raakvlakken. Er zijn mensen die dat... Maar toch, een dirigent, die kan wel zeggen van... Ja, ik laat het orkest zo en zo spelen, maar daarmee heb ik nog geen...
Ja, muziekstuk. Daarmee, dat samenwerken gaat iets verder dan alleen het uitwisselen van raakvlakken, denk ik. Ja, klopt. Nou ja, daarvoor hebben we natuurlijk ook management die verantwoordelijk is. Is dat iedereen met elkaar in overleg zit. En nu is het fijne aan dat we op kantoor konden zitten met z'n allen, is dat je met elkaar altijd ook overlegt. Je kan altijd met elkaar meekijken. En als je feedback nodig hebt, is zo de andere expertise aan het bureau naast jou. Misschien dat jij daar nog verder op in kan gaan. Als ik voor mijn eigen subteam mag spreken, Powertrain, komen we van heel veel verschillende disciplines. En we zijn wel allemaal met hetzelfde bezig. We willen allemaal die aandrijflijn goed hebben. Maar we komen allemaal van verschillende achtergronden. En daardoor kijken we allemaal net een beetje anders tegen een probleem aan. Waardoor wij vanuit één manier van kijken wellicht niet tot een oplossing komt. Maar vanuit meerdere manieren kijkend, kan je wel tot zo'n oplossing komen. Ja, oké. Okay. Ik heel erg blij ben dat we zo'n multidisciplinair team hebben. En wie bewaakt dat proces, dat het ook gebeurt en dat het ook resultaat oplevert? Dat is voor technisch manager, Amina. Dus die ook onder andere de raakvlakdiagram heeft opgezet. En die probeert natuurlijk van alles een beetje op de hoogte te blijven qua waar men tegenaan loopt en waar men mee bezig is ook. En om het overzicht natuurlijk te bewaren. Ja. En daarvoor zijn de Scrum-methodes bijvoorbeeld vanuit Lean Management ook goede methodes ter ondersteuning. Ja, en die spreekt jullie aan als het achterblijft bij de verwachtingen. Ja, precies. Oké, okay. Dus toch weer slaven drijven. Okay, je hebt natuurlijk ook al die verschillende subteams. Mechanics is heel erg bezig met de buitenkant van de auto, Powertrain met de binnenkant. En dan heb je bijvoorbeeld, de technisch manager zorgt er dan ook echt voor dat die interfaces, dus waar daar overlap is, dat goed komt. Dat je niet bepaalde onderwerpen hebt van, oh nee, die hoort toch bij jou of die hoort toch bij jou. En dan dat je uiteindelijk, dan heb je die auto daar en dan rijdt hij helemaal niet. Nee. Die hebben. Zo hopen wij dat met onze hiërarchiestructuren goed op te lossen. Even kijken, worden jullie begeleid en door wie, als dat zo is? Worden jullie begeleid vanuit Saxion of vanuit Twente? We hebben een aantal instanties waar wij om advies en ervaring kunnen vragen. Over het algemeen doen wij het zelf, maar we kunnen natuurlijk terugvallen op het oude team. Daarnaast heeft elk subteam een raad van advies waar we advies kunnen vragen. Die bestaat dan uit experts op dat onderwerp van het gebied van dat subteam. En daarnaast hebben we ook veel kennispartners waar we dan eventueel kennis en ervaring vandaan kunnen halen. Okay. We worden niet direct begeleid, maar we kunnen wel uit een diepe put van veel ervaring tasten. Okay. En even kijken hoor. Hoe lang is GTT, Green Team Twente, al bezig en wat heeft dat opgeleverd voor de maatschappij? Hebben jullie al iets dat je zegt van, hey, dit kunnen wij dit kunnen we laten gebruiken door maatschappelijke inhoudelijke zaken? Ja, wij zijn het 11e team, dus we zijn eigenlijk hiervoor al 10 jaar bezig geweest met waterstof. En op communicatievlakte is het vooral het laten zien dat gewoon dat je binnen een jaar gewoon een hele waterstofauto in elkaar kan zetten als student zijnde. Dus eigenlijk het enthousiasmeren, maar bijvoorbeeld nu ook naar het scholen gaan, is het belangrijk om ook de inspiratie die wij hebben rondom de auto te laten zien. Maar dus op technisch vlak is het dan weer anders. Ja, precies. Want voornamelijk echt ons hoofddoel is om de maatschappij te inspireren voor waterstof, ook als mobiliteit. En dat doen wij door een auto te bouwen. En dat eigenlijk. Ja. En de kennis die wordt opgedaan, wordt ook wel gedeeld met bijvoorbeeld partners. Zo hebben we bepaalde partners, die hebben dan onderdelen die heel erg specifiek zijn, waar ze dan wellicht niet heel veel meer van weten dan de basistests en zo. En dan vinden zij het ook fijn om te zien hoe die onderdelen gaan in zo'n situatie zoals wij ermee omgaan. Dus leveren met bepaalde onderdelen intensieve feedback uit met partners van ons. Kan je een klein voorbeeldje noemen? Een voorbeeld van zoiets? Een onderdeeltje of? Ja, dat vind ik lastig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de pressure, de drukregelaar van de waterstof.
Daar hebben we dan mee gewerkt, die is speciaal voor ons ontworpen. En daar kijken we dan naar. En aan het eind van het jaar komt er dan zo'n... Dan vraagt het bedrijf van, nou, hij werkt hier een beetje zo naar belangen en zo. En dan komt er vanuit ons feedback over van dit en dit kan beter. En dit vonden we heel erg goed. En zo hopen we ook de producten van onze partners ook beter te maken op die manier. Door ze te voorzien van feedback. Oké, goed. We zien hoor. Nou weer een aantal vragen, maar we hebben niet al te lang meer. Even kijken hoor. Ik zie Jos. Nou ja, even Jos Simmons en Pascal Jacob. Ik zie jullie vragen, maar ik denk dat ik die via de mail moet doorgeven, want we hebben nog maar 5 minuten. En we moeten nog afronden. Dus excuses dat we niet de vraag kunnen behandelen in deze sessie. Maar we geven ze door en we geven de contact door. En via de mail kunnen we de vraag zou je kunnen stellen. En dan krijg je antwoord. Ik heb nog een laatste vraag aan jullie persoonlijk. Wat hebben jullie persoonlijk? Wat willen jullie persoonlijk bereiken met deelname aan Green Team Twente? Ik wil heel erg graag mezelf verder ontwikkelen op praktisch gebied en ook samen leren werken in een groter team. Hier werken we met 27 in totaal samen en daar kan je heel erg veel van elkaar leren. Want dat is ook echt een doel voor mij om juist van al die disciplines die kijken, wat ik net al noemde, ik kijk er anders op, om daar veel van mee te krijgen en ook van hun, van mijn teamgenoten echt veel te leren hoe zij het doen. En ik denk dat dat hier een hele geschikte plek voor is. En daarnaast wil ik ook heel erg graag de wereld laten zien dat waterstof echt de toekomst is. Want daar ben ik echt heilig van overtuigd geraakt sinds ik besloot om bij Green Team te gaan. Oké. Okay. Jij bent? Voor mij is het, nou toen ik solliciteerde was de quote van Pippi Lankhuis, ik heb nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En ik denk eigenlijk dat ik daar ook wel een beetje bij leef. Want je zet zoiets vanaf nul op en je bereikt wat je zelf wil bereiken. En je gaat gewoon op zoek naar mogelijkheden om dingen die onmogelijk zijn toch mogelijk te maken. En dat maakt het ook zo leuk dat je in teamverband gaat denken op hele andere vlakken dan dat je in je studie leert het tastbaar maken. Ja, ik vind het echt een hele leuke ervaring tot nu toe. Ja, en dat zal het ook wel blijven. Dus jij beveelt het, je zou het aanbevelen voor de toekomstige studenten? 100%. Ja, het is zoveel grotere verbreding naast de studie om zoiets erbij te doen. Zoveel meer praktijkkennis ook. Ja, ja. En op een andere manier omgaan met elkaar en in het team werken. Ja. Wat ze zeggen van alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja, vind ik een hele goeie. Ja, je wil niet sneller, dus ja, misschien moet dat toch wat... Nee. Oké, ik wil jullie bedanken voor het interessante verhaal. Als dank geven jullie een bol.com cadeaubon en die wordt nog nagezonden. Het is helaas niet fysiek. Het webinar is opgenomen en het wordt later beschikbaar op het YouTube-kanaal. Wat bekendgemaakt wordt op de website van Kiwi. Misschien nog een reden om lid te worden van Kiwi. Misschien kunnen jullie er eens over nadenken. Geeft ook weer toegang tot een geweldige hoeveelheid kennis met mede-ingenieurs. Ik wil de mensen die ingelogd zijn bedanken voor de aandacht en de vragen die gesteld zijn. Het volgende lunchwebinar zal vermoedelijk op woensdag 15 december zijn, weer van 12 tot 1. De sprekende onderwerpen zijn nog niet volledig ingevuld. We hebben wel een donkerbruin vermoeden, maar dat wordt nog later bekendgemaakt via de kiwi.nl AL site. En ik wou even nog Henk het laatste woord geven. Henk Baart, wil je nog een laatste woord zeggen? Want we zijn bijna bij 1 uur. Dank je, Koos. Nee, ik heb verder niks toe te voegen. Ik wil iedereen hartelijk danken voor de aanwezigheid. En zeker Bent en Vincent. Ik denk dat het een zeer succesrijk webinar was. Dat zie ik ook terug in de opmerkingen die langskomen zijn. Dus allemaal hartelijk dank en ik zou zeggen tot de volgende keer. Leuk. Ja, heel erg bedankt ook voor het geven van de webinar. Ja. Wij vonden het in ieder geval heel erg leuk. Precies. Heel erg bedankt dat jullie ons hier wouden hebben. Heel bedankt. Oké, tot ziens. Dag. Dag.